Hoi, ik ben Dirk. Ik heb een Suzuki Vitara uit 1993. Hij heeft denk ik 5 jaar stilgestaan en nu heb ik eigenlijk het volgende probleem. Als ik erin ga zitten, kijk, ik kan nou gewoon schakelen. Ja, en dat werkt gewoon. Maar als ik hem nou start, hij doet het ook gewoon nog wel. Maar nu krijg ik hem niet meer in zijn versnelling. Ik kan trekken wat ik wil, maar ja, ik heb gewoon de koppeling ingetrapt, maar ja, hij doet het niet, zeg maar. Ja, dus weten jullie misschien hoe ik dat op kan lossen? Want ja, ik heb alles al gecheckt, maar ik kom er eigenlijk niet uit. Ja, ik zou checken. Let op. Hey! Oh! Een berichtje! Hey, wat is dit? We hebben een berichtje op onze Master Milo helpdesk telefoon. Hoi, ik ben Dirk. Ik heb een Suzuki Vitara uit 1993. Ja, ik heb alles al gecheckt, maar ik kom er eigenlijk niet uit. Dat is een merkwaardig probleem. Hé, hey, die kerel kwam me bekend voor. Ja, mij niet zo. Nee. Nee. Nee, ja. Interessant probleem wel. Hij ja. wil dus niet in zijn versnelling als hij loopt. Maar wel als hij uitstaat. Wel als hij uitstaat. Dus hij gaat wel in zijn versnelling, maar niet als hij draait. Ja, dus lijkt erop dat de koppeling niet vrijkomt dan. Ja, dat zou kunnen. Dan krijg je hem er ook niet in. Ja, nee, precies. Nee, want op het moment dat hij dat het motor niet draait, kun je hem wel in versnelling zetten. Dus dan, dat betekent dat hij dat gewoon doordraait. Dat de koppeling gewoon meedraait. Ja. Dan zou je eigenlijk eens even moeten kijken, Dirk. Of dat jouw koppelingsmechanisme nog werkt. Ik weet niet hoe het pedaal aanvoelt. Maar het zou kunnen zijn dat er misschien geen vloeistof meer in zit. Als je een hydraulische koppeling hebt. Dus dat zou je even moeten controleren. Als dat nou niet zo is. Dan zou je even moeten kijken dat de koppelingskabel in orde is en zo. Als dat zo is, zou het kunnen zijn dat de koppeling misschien wel vastgekleefd zit, omdat het zo lang stilstaat, hè? Ja, of de drukgroep is kapot. Ja, ja, wat je zou kunnen proberen allereerst, is als de motor uitstaat, hem gewoon in zijn 1 zetten. Hem dan starten. En dan gaat de auto waarschijnlijk rijden. En dan kun je waarschijnlijk niet stoppen door de koppeling in te trappen, dus moet je even contact uitzetten. Maar dan weet je in ieder geval zeker dat de koppeling niet vrijkomt. Dus dan weet je zeker dat euvel is. Hoe zou je het best op kunnen lossen? Ja, als het geen vloeistofkoppeling is en je kan de kabel niet strakker zetten, dan moet je toch de versnellingsbak eraf halen, denk ik. Ja, of kijken dat er ergens bij het vliegwielhuis, of dat daar een dekseltje zit of zo, waar je eruit kan halen, dat je de drukgroep kan zien. En dan kan je misschien met een zware pin en een hamer een keer tegen de drukgroep aanslaan, dat alles een keertje een klap krijgt, heb je kans dat het misschien wel loskomt. Dat zou misschien wel kunnen werken. Ja, en anders moet je toch de versnellingsbak eraf gaan halen, of de motor eruit halen, maar in ieder geval om de drukgroep en de koppeling even los te maken. Dus de drukgroep en de koppeling, die vind je eigenlijk, je hebt het motorblok, daarachter ligt de versnellingsbak, en ja, tussen de motor en de versnellingsbak zit dus de koppeling. Die zit in een soort van huis, dat zul je wel zien. Daarin zit dus de drukgroep en die moet je eigenlijk losmaken. Ja. Nou ja, Dirk, heel veel succes. Ja, mochten er nou nog kijkers zijn die een goede oplossing hebben, die misschien zelf een Suzuki Vitara hebben, die dit probleem wel eens hebben gezien ook, zet het even onder in de comments natuurlijk, want jullie kunnen natuurlijk ook Dirk helpen zijn probleem op te lossen. Hey, heb jij nou ook een technische vraag voor ons? Maak even een filmpje met je telefoon en stuur hem ons door. Hè? Ja, want dan beantwoorden we misschien wel jouw vraag. Ja, zo is het. Je kunt gewoon via WhatsApp berichten. Het telefoonnummer staat onder in de omschrijving. Er staan ook de spelregels. Dus check eventjes. En wie weet, tot binnenkort.